In de auto waar we hier achteraan sluiten, zien we dat de persoon op de achterbank bijna over de voorstoelen heen hangt. Kennelijk is hij in gesprek met de andere twee mensen voor in de auto. Zo te zien heeft hij de gordel niet om en de andere twee ook niet. Om te kijken op wiens naam de auto staat, wordt het kenteken opgevraagd. Graag info kenteken voor de Golf Romeo Bravo Delta 52. Drie jonge kerels samen in een auto, dat is altijd prijs. Een testosteronoverschot dat vrijwel zonder uitzondering resulteert in macho gedrag. Ook hier is dat het geval. Gekoppeld aan een bovengemiddeld hoog IQ van de gesprekspartners, levert dat een gezellig gesprek op in wederzijds respect. De inzittenden doen voor de zekerheid nog maar even gouden gordels om. Iets te laat. De reden voor jullie aan de kant zitten is jullie alle drie zonder de gordel in de auto zitten. Je hebt hem nu allemaal netjes omgetrokken toen je het stopteken kreeg. Ja. Maar we zagen jullie in Zutphen al rijden zonder dat jullie de gordel droegen. Jouw tweede voornaam, hoe is die voluit? Dat is gewoon niet belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Je moet je volledige personalia weten. Dus ik toch Anton Martijn. Martijn. Ah, die gaat op de stapel. Ik betaal niks. Die gaat op de stapel. Ik heb thuis een hele stapel liggen. Dan kun ik de waarde mag langskomen alles. Ik heb helemaal geen inboedel. Dat staat niks. Boete gaat op de stapel. Zo'n dingetje. Ook voor jou geldt dat je geen verklaring af hoeft te leggen. Maar wil je een verklaring afleggen waarom je geen gordel draagt? Nee, ja, wil je daar iets over zeggen? We willen helemaal niks verklaren. Dat is terug. Zo te horen niet.